Ja, voor Coca-Cola is de circulaire economie eigenlijk aan de ene kant een voortzetting van wat we al jaren doen. Hè? Een pad van verduurzaming bewandelen voor wat betreft verpakkingen en transport en productie. En voor een deel is het ook het antwoord geven op de uitdagingen die zich nu voordoen. En waar de circulaire economie eigenlijk een antwoord op moet geven. Ik denk als je op wat langere termijn kijkt, en dat doen wij, dan is de transitie van de manier waarop we produceren een bittere noodzaak. Maar dat zal een langjarige transitie zijn, denk ik. Niet iets wat je vandaag op morgen realiseert. Maar wij zitten allemaal in die beweging op dit moment en we hebben allemaal een rol daarin te spelen. Als ik het voorbeeld van verpakkingen mag nemen, we zijn eigenlijk al jaren bezig om die te verduurzamen. En dat doen we op een aantal manieren. De belangrijkste is dat we proberen zo min mogelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken. Dat is eigenlijk de meest effectieve manier. Daarna proberen we zoveel mogelijk verpakkingen gerecycled te krijgen. Dus dat is een eigen vorm van kringloop bouwen. En die gerecyclede materialen ook weer in te zetten voor je nieuwe verpakkingen. En tenslotte proberen we ook om, en dat zie je met ons initiatief van een plant bottle, om grondstoffen te gebruiken die hernieuwbaar zijn, die niet eindig zijn. De belangrijkste uitdaging bij de circulaire economie is eigenlijk dat iedereen een beter begrip moet krijgen van de rol die hij hierin kan spelen. Dat geldt voor bedrijven en dat geldt ook voor consumenten. En iedereen doet nu steeds beter zijn eigen ding. Dat geldt voor ons allemaal en ook voor grote bedrijven die toch in het algemeen goed met duurzaamheid bezig zijn. En de uitdaging in de volgende stap is om die beter op elkaar te laten aansluiten. En dat is, denk ik, een hele grote stap die we nog moeten zetten. Beter snappen wat je eigen rol in die cirkel is. Ik denk dat wij naar een situatie gaan dat als je over 10 jaar vraagt, noem eens de meest geslaagde voorbeelden van de circulaire economie, dat het zo onderdeel geworden is van produceren dat mensen het eigenlijk je afvragen wat de circulaire economie is. Het is gewoon een onderdeel van het normale leven, het normale produceren en het normale zaken doen geworden. Nou, het jaagt het denken weer eens opnieuw aan. Daar staan wij altijd voor open. En ik denk ook dat het bedrijven helpt om beter van elkaar te begrijpen welke rol iedereen kan pakken hierin. En dat soort discussies nemen we graag een deel.